Anne Frank is een Joods meisje, bekend door haar dagboek dat ze schrijft tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze wordt geboren in 1929 in de Duitse stad Frankfurt am Main. Haar zus Margot is 3 jaar ouder. Het gaat in die tijd slecht met Duitsland. Er is weinig werk en veel armoede. Tegelijkertijd krijgen Adolf Hitler en zijn nazi-partij steeds meer aanhangers, omdat hij belooft de problemen op te lossen. De nazi's haten de Joden en geven hen de schuld van de problemen. Als de nazi's in 1933 aan de macht komen, neemt de Jodenhaat sterk toe. Anne's ouders, Otto en Edith, besluiten naar Nederland te vluchten. Ze vestigen zich in Amsterdam, hier aan het Merwedeplein. Daar voelt Anne zich al snel thuis. Ze gaat naar school, leert Nederlands en krijgt nieuwe vriendinnetjes. Maar dan, 6 jaar later, breekt er oorlog uit in Europa. Nazi-Duitsland valt in 1939 Polen binnen en in 1940 bezet het Duitse leger ook Nederland. De bezetter maakt het leven voor Joden steeds moeilijker. Joden moeten een Jodenster dragen. Joden moeten hun fiets afgeven. Joden mogen niet in de tram. Joden mogen niet in de auto. Joden moeten op Joodse scholen gaan en al dergelijke meer. Als Anne's zus Margot in de zomer van 1942 een oproep krijgt om zich te melden voor een zogenaamd werkkamp, duikt de familie Frank onder in het achterhuis van Otto's bedrijf aan de Prinsengracht. Later voegen de familie Van Pels en Frits Pfeffer zich bij hen. De 8 onderduikers worden geholpen door trouwe medewerkers en vrienden van Otto. Miep en Jan Gies, Johan Voskuil en zijn dochter Beb, Victor Koegler en Johannes Kleinman. Ondertussen gaan de nazi's steeds een stap verder. Ze organiseren razzia's en arresteren en deporteren Joden naar zogenaamde werkkampen. In werkelijkheid zijn dit concentratie- en vernietigingskampen. In haar dagboek schrijft Anne over het achterhuis, de oorlog en wat ze denkt en voelt. Slecht voel ik me. Dat ik in een warm bed lig, terwijl mijn liefste vriendinnen ergens buiten neergegooid of neergevallen zijn. En dat alles omdat ze Joden zijn. Een oproep van de Nederlandse regering in Londen brengt Anne op het idee om haar dagboekteksten te bewerken tot een boek. Maar nog voor ze daarmee klaar is, worden de onderduikers op 4 augustus 1944 ontdekt en opgepakt. Ze worden gedeporteerd naar het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Miep Gies en Beb Voskuil, 2 van de helpers, vinden Anne's achtergebleven dagboeken. Miep bewaart de papieren voor als Anne ooit terug zou keren. Maar ze komt niet terug. In februari 1945 sterven Anne en haar zus Margot onder verschrikkelijke omstandigheden aan tyfus in concentratiekamp Bergen-Belsen. Anne werd 15 jaar. Van alle onderduikers in het achterhuis overleeft alleen Anne's vader, Otto, de oorlog. Als hij na de oorlog Anne's dagboeken leest, maakt dat diepe indruk op hem. Hij leest dat schrijven veel betekende voor Anne. Iemand die zelf niet schrijft, weet niet hoe fijn schrijven is. En als ik geen talent heb om voor kranten en boeken te schrijven, dan kan ik nog altijd voor mezelf schrijven. Otto leest ook dat Anne een boek wilde uitgeven. Hij vervult haar wens en geeft het de titel die Anne zelf heeft gekozen. Het Achterhuis. Anne's verhaal over de onderduik en de oorlog wordt overal ter wereld gelezen. Haar dagboek is in meer dan 70 talen vertaald. De schuilplaats is nu een museum en trekt meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar.